Vooral en de trui die zijn van de buurman. En de rest, dat is eigendom. En dat is het enige wat ik nog heb. Het is een nachtmerrie. Je woning en bedrijf in vlammen opzien gaan. Gelukkig wordt de familie net op tijd wakker door lawaai. Ja, goed, we werden wakker van gerommel. En toen bleek dat de dakpannen naar beneden vielen, want er was een stuk dak weggebrand. En toen keken we naar buiten, toen zagen we allemaal rook. En als het gezin in veiligheid is, bekommert de boer zich direct om zijn koeien. Toen ben ik de stal in geweest en heb ik de koeien eruit gejaagd. Want ze hadden niet zo erg veel zin, want ze stonden allemaal op een hoop. Dus en dat wij nog een heel gerommel voor dat ze eruit waren. Het blussen van de brand is erg lastig door de harde wind. Toen wij vanochtend om 5 uur kwamen, waaide het dusdanig hard dat wel een aanjaagfactor van de brand was. En er was eigenlijk niet tegenaan te blussen. Buren, familie en vrienden komen steun betuigen en hulp aanbieden. Ja, dan help je elkaar. Of dan steun je elkaar. Wat voor manier dat ook is. Ook familieleden tonen zich betrokken. De vrouw die nam de telefoon op. Ja, en ik hoorde het ook afgebrand. Dat ontroert u heel erg. Ja. Och, ja, wat moeten we zeggen? Er is niks van te vertellen. De getroffen boer blijft nuchter. Ook al is hij zijn woning kwijt, de koeien moeten weer gemolken worden. En het is nu al middag, dus die hebben natuurlijk uiers, die staan ongeveer op knappen. Dus dat is voor die beesten natuurlijk erg vervelend. Maar dat is voor de uiergezondheid ook niet zo erg goed. Dus uit die vriendelijkheid moeten ze eigenlijk zo gauw mogelijk gemolken worden. En waar hangt dat nu vanaf? Ja, van de elektra. Want die zijn ze nou aan het aanleggen. En als dat doet, dan gaan we gelijk melken.